Het Europees Hof van Justitie heeft België veroordeeld voor de schending van vrij verkeer van goederen en diensten na de invoering van de zogenaamde Limosa-wet. Die aangifte verplicht een werkgever ertoe om elke werknemer die normaal in het buitenland te werk gesteld is en die tijdelijk in België komt werken, op elektronische wijze aan te geven bij de RSZ. Maar na het arrest van het Hof van Justitie kan België die Limosa-aangifte in zijn huidige vorm dus niet meer handhaven. N-VA-kamerlid Miranda van Eetvelde polst bij minister van Werk Monica de Koning wat er nu zal gebeuren. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp met betrekking tot de elektronische registratie op de bouwwerven heb ik u tot 2 maal toe reeds gevraagd, de eerste keer in commissie en daarna nog eens in de plenaire zitting, wat u zal doen indien België zou veroordeeld worden in die Limosa-zaak voor het Europees Hof van Justitie. En u hebt mij toen geen antwoord kunnen geven, omdat er toen nog geen uitspraak was door het Europees Hof van Justitie. Intussen is het arrest er wel. En als je het arrest goed leest, dan kan men vaststellen dat Europa geen enkel probleem heeft met het bestrijden van sociale fraude, integendeel zelfs. Maar het punt is dat buitenlandse zelfstandigen onderworpen zijn aan een registratieregeling die verschillend is aan de lokale bedrijven. En ik wil ook nu nog eens benadrukken dat we als partij absolute voorstander zijn van een efficiënte bestrijding van fraude en zwartwerk. Maar ook het woordje efficiënt heeft hier toch een zeer belangrijke betekenis. En ik had hiervoor nog dan de volgende vragen. 1. Wat is de impact van het Limosa-arrest op de praktische uitvoerbaarheid van de wet op de elektronische registratie op de bouwwerven? Hoe gaat u ervoor zorgen dat er niemand kan ontsnappen aan de toepassing van die wet? Want nu dreigen de buitenlandse zelfstandigen te ontsnappen aan de registratieplicht. En als laatste vraag, overweegt u een uniform registratiesysteem? Is het nu Limosa of een ander systeem toe te passen voor binnenlandse en buitenlandse zelfstandigen? Kijk uit naar uw antwoord. De elektronische registratie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen is van toepassing op bouwwerven die groter zijn dan 1000 vierkante meter en op iedereen die hier werkt, dus ook op Belgische en buitenlandse zelfstandigen. De elektronische registratie op bouwwerven is in de eerste plaats bedoeld als een maatregel in de welzijnsreglementering, dus bedoeld voor de veiligheid van de personen die er werken. En op grote werven is een coördinatie op vlak van veiligheid zeker nodig en de betrokken veiligheidscoördinatoren dienen te weten wie er op de werf aanwezig is of aanwezig was. De Limosa-wetgeving laat daarentegen toe om beter gerichte controles te doen op werven waar vermoedelijk werknemers of zelfstandigen als gedetacheerden aan het werk zijn. Een van de mogelijke pistes waaraan aanvankelijk gedacht werd om buitenlanders elektronisch te laten registreren, was via de Limosa-melding. Een buitenlandse werkgever meldt zijn werkgevers aan in Limosa en een zelfstandige uiteraard zichzelf. In het elektronische antwoord zou dan per werknemer of per zelfstandige een unieke barcode vermeld worden, die dan gebruikt zou kunnen worden voor de elektronische registratie op de werven. Maar andere opties worden ook nog onderzocht samen met de sociale partners van de sector. De regering is van plan de Limosa-wetgeving zo aan te passen dat ze tegemoet komt aan de eisen van Europa. Het Europese Hof heeft immers de voorgaande melding op zich niet verworpen. Het Hof stelt alleen maar dat nu te veel gegevens gevraagd worden bij de meldingsplicht voor zelfstandigen. Door de inhoudelijke elementen van de meldplicht te vereenvoudigen, kan de Limosa-piste voor zelfstandigen mogelijk toch gebruikt worden voor de implementatie van de elektronische registratie. De verschillende kabinetten die bij dit ontwerp betrokken zijn, werken momenteel aan voorstellen voor een praktische uitwerking. Vechten met Europa is eigenlijk geen goede aanpak. En Europa zegt enkel dat het registratiesysteem voor zelfstandigen hetzelfde moet zijn voor binnenlandse en de buitenlandse zelfstandigen om te vermijden dat de vrije concurrentie zou belemmerd worden. Ik hoor ook dat er nog, dus kwestie van die registratie, nog opties worden verder onderzocht. En wij hopen dat dat heel snel zal gebeuren, dat daar ook geluisterd wordt naar de sector en rekening wordt gehouden met hun opmerkingen. Dus we blijven het verder opvolgen. Ik denk dat er hier een misverstand is. Europa heeft niks gezegd over het feit dat zelfstandigen via Limosa zich bij ons moeten aanmelden op de manier die nu bestaat. Ze zeggen dat is een nationale materie. Het grote probleem dat zij vinden, hè, om maar een voorbeeld te geven wat Europa betekent, is dat ze vinden dat we eigenlijk veel te veel vragen aan die zelfstandigen. Hè, aan de buitenlandse. En dus per definitie ook aan
de binnenlandse, want je moet gelijkheid creëren. Ja. Dus de vraag is, ja, dat is een discussie. Wij moeten eigenlijk toelichten waarom dat we die gegevens opvragen. Ja. En die meer is dan een naam. Ja. Maar soms moet je gegevens opvragen om te kunnen controleren. En dat gaan we nu argumenteren. Maar de bedoeling is, allee, wij willen niet Big Brother spelen, maar je moet natuurlijk wel de inspecteurs, of het nu over welzijn gaat of over andere fraude, ja, je moet natuurlijk die gegevens hebben. Ja. En als Europa zich daar op zich zou tegen verzetten, dan zitten we met een groot probleem. Maar dan gaat het over intenties.